Wat je hier ziet is het beginpunt van mijn enige buitenantenne momenteel. Dat is misschien niet zo goed te zien, maar het is een aluminium strip. En daar zit een draadantenne aan. Die gaat naar de boom, ik weet niet of die zichtbaar te krijgen is. Beneden? Nee, die zit buiten het. Maar het is in ieder geval die bladerdos en daar zit een stam in en daar zit hij alvast. Een meter of 18 verderop. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Nou, dan moet ik opschieten. De antenne die gaat dus, de draad komt hier ergens binnen. Die gaat hier naartoe, ja, dat moet een beetje verkleind worden, die lus nog. En dan naar een, niet helemaal recht verlopende draad. En daar beneden, dat zit helemaal niet in het licht, als ik het goed zie. Rechts de antenne tuner. Dat is een longwire tuner, links de SWR-meter. En de kabel die eruit komt, naar links, die gaat dus naar beneden. Maar vandaag denk ik dat ik een tweede buitenantenne maak. Ik heb nog een tweede buitenantenne, daar is dit het voetje van. Dat is de bekende DV27. Dat liggen wat kattenspullen. De DV27 met de vleugelmoer die muurvast zit. En ik heb besloten om daar een 10 meter antenne, hij is ingekort. Ik heb besloten om daar een glasgolf voor 6 meter op te, of voor 4 meter op te zetten. Een sprit van 1 meter lang. Met aluminium laststaaf en die heb ik hier al klaar liggen. Ik moet alleen die verdomde vleugelmoer nog zien los te krijgen. En die staat op zo'nzelfde strip. Kijk, die klem je tussen het Velux-raam. En dan staat hij op de bovenkant van het Velux-raam met dit draad uitgerold als tegencapaciteit langs het schuine dak naar beneden. Dat werkt voortreffelijk. Op 10 meter, ik kon daar altijd bij ISSTEN heel goed mee werken. Ik denk dat ik dit vulkaniserende tape ook nog even wat dichter moet maken om water te voorkomen. Ik denk dat ik hem vaak gebruik, ik denk dat ik veel op 4 meter ga doen de komende tijd. Maar in ieder geval, dan heb ik vanmiddag hier een tweede buitenantenne. Ja, want ik heb dus de bestaande 70 megahertz antenne op zolder heb ik opgeofferd voor de repeater antennes, voor de ruimte daarvoor. En hij wordt ook gebruikt als, op een iets andere plek. En ik heb daarnaast een antenne op een glasfibermast. Die ik buiten kan zetten. Die echt heel goed werkt op 4 meter. Maar die glasfibermast wil ik voor een halve golf op 30 en op 40 meter gebruiken. Dus die kan daarmee dan niet hiervoor gebruikt worden. Dus ik moet echt wel een alternatief hebben als ik wat op 4 meter wil doen. Nou, er zitten daar stations hier in de regio op 70-400. En het is leuk om daar mee te babbelen. Dus ik wil daar gewoon wat stand-by hebben. En deze antennes... deze antenne haal ik bij onweer binnen. Ik heb op deze DV27 trouwens een keer een blikseminslag gehad. Dat was de blikseminslag van de bolbliksem waar mijn kat Simone die was toen beneden. Dus even kijken of ik dit met de batterijen nog wat beter in beeld kan krijgen. Maar mijn kat was toen boven en ik stond beneden onder aan de trap en ik hoorde die bolbliksem over de overloop heen knetteren. En ik was te laat, ik had niet gezien dat het onweerde. En als het dichterbij zit dan een kilometer of 15, dan kom ik niet meer aan de antennes, dan ga ik gewoon weg. Ik had wel alle apparatuur losgekoppeld. En bij de inslag is een gestabiliseerde voeding, een schakelende voeding, die was stuk. Die was niet heel goed meer, die gaf de maximale stroom niet meer en die regelde ook niet meer keurig. Als je hem belastte, dan was hij heel snel overbelast. Dat was een 22 ampère voeding en bij 2 ampère ging de spanning al naar beneden. En maanden later, ja maanden maar niet zo lang, daarna kwam ik erachter dat een oude computer ook stuk was. Die gebruikte ik alleen nog om backup cd's mee te schrijven. Af en toe. En ja, die deed ook niet meer en dat moet eigenlijk ook al met die blikseminslag gebeurd zijn, want die was daarvoor nog goed. Dus. Maar deze antenne heeft de bolbliksem gewoon overleefd. Die doet het nog steeds. Ook de spoel bovenin, hij is keurig in resonantie, werkt net zo goed als daarvoor. Maar de bliksem is ongetwijfeld langs dit punt hier op de bolbliksem op zolder terechtgekomen. Ja, er is nog een plan waar ik eigenlijk geen alternatief voor heb. Dat heeft te maken met deze zonnepaneelcontrole die net bezorgd is. Ik heb namelijk voor dat Velux-raam een zonnepaneel wat precies even groot is als het raam. En je kan het zowel binnen als buiten monteren. Ik denk dat ik eerst binnen probeer. Het licht is daar niet ideaal, maar toch wel voldoende om met dat paneel te kunnen laden. Dat levert dan al behoorlijk wat op. Het paneel is deels doorzichtig, dus het wordt op de overloop niet totaal donker ervan. Het wordt er wat donkerder door, maar er valt nog wat licht doorheen.
En ja, ik wil eens kijken hoe dat gaat. Maar het spannende is natuurlijk, hoe goed is deze controller uit China van slechts €6,40? Gaat hij zoveel storing maken dat de antennes onbruikbaar zijn? Of nou, dat gaan we meemaken. Ik wil ook nog een flexibel paneel, of ja, een flexibel paneel hebben die ik gewoon ook op het dakluik ga zetten, waar de glasvezelmast die ik zo pas noemde door naar buiten gaat. Een alternatief is, als dit niet gaat, om het ding daar neer te zetten. Maar ja, dan zit hij vlak bij de repeater. En de vraag is ook, hoe hoogfrequent gevoelig is het ding? Maar ja, voor €6,40 kun je dat experiment wel aangaan. Als het niet werkt, maken gewoon zelf iets. Hè. Maar het leuke hiervan is dat er een display op zit en dat het allerlei functies heeft. Ik wilde wel wat extra beveiligingen nog inmaken, maar dat is eigenlijk alles. Het is makkelijk om dat beschikbaar te hebben. We hebben geen meterapparaat of wat ook altijd. En het is veel goedkoper dan een draaistroommeter. Echt veel goedkoper en zeker goedkoper dan twee. Dus, maar of dit plan gaat lukken, die antenne, dat lukt wel. Met dit, of dat in combinatie gaat. Ik weet dat als ik op 10 meter met 35 watt werk, ik had daar een koolmonoxide melder hangen. Dat had het een paar jaar geleden. Ik heb nu een nieuwe, maar die oude die was nogal hoogfrequent gevoelig. Als ik met 35 watt daar op 10 meter zond, en ik deed dat wel eens zonder bij na te denken, dan ging dus hier die koolmonoxide melder af. En die stopte dan ook niet meer, dus dan moet ik echt naar boven toe. En het lullig is dat je dat wel s'avonds laat doet. Hè? Maar goed. De plek is sowieso niet zo gunstig om heel veel HF neer te zetten. Want stel je voor dat de verwarmingsketel die er ook niet zo ver vandaan zit op een hol slaat. Hè? Maar goed. Dit is deel 2 van het experiment. Deel 1 gaan we vanmiddag doen. En dan moet ik nog kijken waar mijn coax plug is. Want die komt ergens naar beneden. Maar ik weet niet precies waar. Dus dat is dan de tweede uitdaging. Die antenne die staat volgens mij zo. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Ja, er is niks op 4 meter momenteel, maar ik heb net een half uur zitten praten. Vergeet om er is gewoon, ja, geen activiteit, hè. Dat is niet zo gek. Het is een hele rustige band, maar je zit er wel lekker privé, hè. Luidspreker aan de voorkant heb ik altijd wel prettig bij een centontvanger. Fijn dingen, AT5189 van Anytone. En het plasticje zit er nog op. Maar ik had hem lange tijd helemaal achteraf staan. Echt, ik moest op mijn hoek kijken om het display te zien. Maar hij staat altijd op 400 of op 425 hier in de regio. Maar hij doet het. De antenne doet het perfect. Hartstikke mooi. Ik ben reuze blij.